Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik ben in de stad. En ik ga naar een lunch van Amazing. Moeten we daar niet mee doen, want we zijn er ook heel blij mee. En dat willen we heel graag vieren met onze vriendinnen en vrienden. Ik kom net weer thuis van de lunch met Maybrit en Amazing. En het was super leuk en gezellig. En nu gaan we werken en dan gaan we shooten. En dan is het alweer tijd om Olivia op te halen. En ik kreeg net een leuke goodiebag mee. Dus ik dacht, die ga ik even laten zien. Ik weet zelf ook nog niet wat erin zit. Oh, deze is heel leuk. Kijk, die is oversized. Een oversized streep shirt van Scotch & Soda. Very cute. Hier zit iets in waar mijn naam op staat. Wat is dit? Een shirt. En dit shirt. Het ziet er heel leuk uit, maar... Ja, die is leuk, hè? Ja, jij draagt ook een streep. Ja. Dus mee is het weer gezellig. Dus mee houdt ook niet van de camera. Heel veel mensen vragen altijd, waarom komt Sanne niet in beeld? Maar Sanne houdt er ook niet van. Wat is leuk. Ja, heel leuk is dit. Dit ga ik ook zeker dragen. Dit is van Wanderlust. Amsterdam. En... What else? Oh, er zit echt heel veel in. Ik ga er even allemaal uithalen, jongens. Oh, I love this. Ken je dat? Nux? Ja. Het is zo lekker. Dat is van die huidolie, toch? Ja. Maar er zit ook een olie van. Het is geen parfum. Dat ruikt ook heerlijk naar zomer. Deze, Nux. Een Moroccan oil kleintje. Gebruik jij die? Nee. Deze gebruik ik namelijk ook niet, want ik gebruik die light. Is dat voor je haar niet? Ja. Oh, maar dan kan ik die wel gebruiken. Hij is echt top. Ja? Ik ga trouwens ook heel veel beauty producten en zo die ik niet gebruik. En alle nagellakjes en zo meenemen naar de Closet Sale. Die 27 mei is. Ik post het linkje naar het event hieronder. En dat ga ik allemaal gewoon voor een euro of zo. Gewoon voor de leuk verkopen. Dus ja, dan weten jullie dat. Naar de Closet Sale. Oeh, dit ziet er goed uit. Ik ben altijd meteen verkocht als dingen er zo uitzien. Dat je van zo naar zo gaat. Hoi. Ik weet niet of het werkt, maar ik ga het morgen even proberen. Van Lancôme. En dit is allemaal crème. En dit tasje. Oh, Sisley. I love Sisley. Dit is de toning lotion. Cleansing milk. Oh, dat is top. Dan kan ik deze bedrijf ze meenemen. Eye serum. En allemaal maskertjes. En een diptiek kaarsje. Dat is natuurlijk helemaal awesome. Wat is dit? Ja. Dat ziet er wel leuk uit. Ik denk dat dit iets heel... Oké, jullie moeten mij vertellen wat dit is. Ik weet niet wat dit is. En een diptiek... Oh, welke heb ik? Gardenia. Ik hou echt van diptiek kaarsen. Die zijn een schattig kleintje. Oh, die is ook lekker. Dit is die. Leuke goodie bag. En nu gaan we werken op de computer. En ik doe natuurlijk best wel vaak een Instagram live. Het is al wel weer even geleden. Misschien doe ik er vanavond wel één. En daarin zat het mijn meest gestelde vraag. Echt niet normaal. Ja, waarschijnlijk ook omdat je het kan zien. Waar mijn ringen van zijn. En ik heb deze net nieuw. Die is van Monica Veneder. Dat is... die heb ik voor moederdag gekregen. En deze heb ik van Mimoneda. En deze heb ik van Dior. En ik zit even op de site te kijken van Monica Veneder. Ik heb daar namelijk ook super veel armbandjes van. Maar ik zit even te kijken of ik nog meer leuke dingetjes zie. Ik vind dat vormpje namelijk zo... Is het een soort van diamantvorm of zo? Die vind ik wel grappig. Laat even een comment achter wat jullie mijn leukste ring vinden. Ik heb er nog een aantal die ik draag. Maar ik zal vanaf nu wel gewoon even al mijn sieraden laten zien. En ik heb de nieuwe L'Officiel binnen. En da-da-da-da. It's me. Met wat hotspots over Amsterdam. Dus ja. Leuk hè. Hij is nu te koop volgens mij. Ja.
Wiebie is er! Olly is er! En dit zijn hele mooie bloemen voor mijn verjaardag. Pioenen. Moet ik zo even allemaal vazen gaan doen. En ik heb lekker mijn huispak aangedaan. En we gaan ons lievelingspasta eten. Namelijk de vegetarische pasta. En ik zeg elke keer dat ik het recept ga posten. Oh. En dat doe ik nooit. Maar onder deze vlog komt die. Ik krijg ook heel vaak direct messages op Instagram. Dat ik hem nog steeds niet gepost heb. Ik vergeet zo lekker. Keer. Dus het is echt de lekkerste pasta ooit. We eten het één keer per week. Ja. En het is echt zo lekker. Ook Olivia vindt het lekker. Die eet ook gewoon met ons mee. Het is gewoon een vegetarische pasta dus. Met wel met mozzarella. Maar ja, zij mag natuurlijk gewoon kaas. Als de vlogcamera nu beslaat. Sorry alvast daarvoor. Dus we gaan met z'n allen lekker eten. Allemaal hetzelfde. Sander zit vliegtuig naar Miami. En ik ben zo jarig om 12 uur. Ja. Maar we gaan het een andere keer vieren. Ik weet alleen niet wanneer. Dat mag ik niet weten. Dus ja. En zondag komt er wat familie langs. Echt? Hier. Nee. Opa. Opa's. Oma's. Moet ik erbij zijn. Nee, want dit is, jij hebt moederdag ook bij mama natuurlijk dan. Goed excuus. Ja, goed excuus. Nou, is het leuk? Ja. Nee, maar gewoon, ik kom even een drankje gezellig doen, dus middags. Dus. En morgen gaan we gezellig met Kay ontbijten. Dat is leuk. Kay is een gezellige ontbijter. Kay houdt door van alle ontbijthapjes. Dus dat wordt gezellig. Met Sofie en met Olivia ook. Maar nu ga ik alles even bij elkaar doen. Dat pasta klaar is. We hebben honger. Oké, ik heb Olivia naar bed gebracht. En gewoon één troep erin. En ik had mega veel pioenen. Dus ik heb mega veel pioenen. Dus die ben ik allemaal even aan het, zeg maar, aan het knippen en doen. Als een echte huisvrouw op vrijdagavond. De dag van mijn verjaardag. En die ben ik in vazen aan het zetten. Alleen ik heb 40 pioenen volgens mij. Maar ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5 in een vaas. Maar die vaas zit nu al bijna vol gewoon. En wat is er mis met deze pioen? Die heeft een afwijking. Die ga ik helemaal afknippen. En hierin doen. Anyways. Ja, Olivia ligt in bed en Bibi en ik gaan denk, hoe heet het? De Mouth Guard Challenge doen. Dat heb ik vandaag als een pakketje gekregen. Dat is wel grappig. Dus ik ben benieuwd of wij dat leuk gaan vinden, Bibi. Ik denk het wel. Heb jij het wel eens gespeeld? Nee. Kennen jullie het? De Mouth Guard Challenge? Zo ja. Let me know what you think. Ik heb trouwens heel shocking van Bibi gehoord. Niet een comment trouwens erover onder achterlaten. Want anders verpest je het voor anderen. Over wie Jason vermoord heeft in Riverdale. Echt shocking. Ja. Was je geschokt, Bibi? Ja. Ging je gillen? Nee. Maar zat je echt met je open mond zo van, oh my god. What is this? Want je verwacht het echt niet. Maar mijn moeder had het niet helemaal verwacht. Maar mama had het verwacht? Ja. Echt? Ja, vanaf het begin al. Wat slim. Sommige mensen hebben altijd met series alles door. Ik ben niet zo'n persoon overigens. En papa, papa ook niet echt. Maar ik ben echt, kennen jullie dat ik ben zeg maar op mijn gevoel aan het knippen. En ik wil ze allemaal ongeveer op dezelfde lengte afknippen. Maar dat mislukt echt volledig. Ik dacht vroeger altijd van, als ik later oud ben, dan ga ik zeg maar zo oud als ik nu ben. Nee, als ik later oud ben, als in zeg maar 40, 50, dan ga ik een bloemschikcursus doen. Maar dat lijkt me nog steeds wel leuk om te doen. Ik is een love flowers. Maar ik ben er niet zo heel goed in. Maar goed, oefening, waar het is. En ik vind altijd leuk om zeg maar, kijk, ze zijn er nog niet uit. En het ziet er niet zo mooi uit. Om ze dan zo kort af te knippen, dat ze zo in zo'n vaasje zitten. Dat zie je ook altijd in mooie hotels en zo. Oké, dit is een lange rant van bullshit. Sorry daarvoor. Maar ik ga verder knippen. En ik zal niet meer zoveel tegen jullie kletsen. Want ik praat alleen maar onzin. En ik ga 4 van dit soort vazen inmaken. Want ik heb nu 2, 4, 6. Ik ga gewoon door met praten. Ja, Monica die kan dat ook altijd zo uren lekker praten. Heel veel mensen zeggen ook, ja, ik snap wel waarom Mo elke dag vlogt. Die is altijd zoveel te vertellen. Maar goed, we gaan haar zo nog even een keer bellen.
Ja. Wij zijn dus nu die mouthguard challenge aan het doen. En je moet dus dit ding in je mond doen. Oh, dit wordt echt grappig. Zo. Ga je? Oké, ik weet het. Jij moet jou erin doen. Oh, ik ga dit allemaal letters zeggen. Ja. En dan moet jij het maar opschrijven als jij weet welke letter het is. Oké, is goed. De eerste is een moeilijk, oké. Ik kan het niet. Wat is het? De G. De G. Deze letter? Nee. Ik schreef de V op. Dan de P. Ja. Oké. Okay. De O. De O. E. E. N. N. Nee. N. N. R. De R. Je had het net. De N. Daarna. M. Good morning, het is 8:30 en it's my birthday! Ik ben met Olivia en Bibi is beneden. En we gaan nu naar Hotel V met Kay en dan gaan we gezellig ontbijten. En ik heb mijn limoenenbroek aan en Olly heeft haar limoenenpak aan. Dus we zijn hetzelfde gekleed, want jullie hadden dat gezegd. Oeh, dus dat vond ik wel een goed idee. Kom lieverd, gaan we naar beneden. Oh, moet de deur dicht? Oké, ik ga even mijn spullen pakken en dan gaan we. Yay! Breakfast! Kay heeft confetti meegenomen op de tafel. En leuke servetjes en een kaart, lieve. Zelfs voor jou is het leuk, die confetti. Nee. Oh, nee, toch niet zo leuk. Toch niet zo leuk? Oké, alle damages dan. We hebben alles op. Croissantjes, vermot eggs, pannenkoekjes. Zo lekker, hè? Oh, die wentelteefjes. Oh ja, dat hadden we ook nog. Zo yamzy. En Olly mocht ook een croissant. Vindt het echt super. Ja, ze heeft de hele croissant op. Maar Olly mag ook wat lekkers voor de verjaardag van haar moeder. Ik ben thuis. En nu zijn Kay en Bibi de mouthguard challenge aan het spelen. En dit is net bezorgd. Dus ik weet niet wat erin zit. Oké. Let's open it together. Teletubbies! Ja! Teletubbies! Dat het een zonnebril is. Het is een zonnebril, jongens. Jullie die het geen reet boeit dat ik een cadeau aan het unboxen ben. Okay. Sunglasses. Nu mag jij... Sunglasses. Dus ik ga nu... En het is de zonnebril die ik echt al super lang wil. Ik ben al een paar keer naar de winkel ook geweest. Mooi is het tosti? Nee. I love it so much. Ik ga hem even opzetten. En nu ga ik volgen. En dit is hem. Ik vind hem echt zo mooi. Oké. Knip een touwtje af op de 1 meter. Twee spelen gaan tegenover elkaar zitten. En nu... Ik ben weer thuis. En Olivia zit met een pen in haar mond. Maar wel een kapotte pen. Dus er kan niks geks gebeuren. En ik kreeg net deze super mooie bosbloemen binnen. Dus dat is heel lief. En we zijn nog even naar het Amstel Hotel gegaan. Kay en ik, en daar hebben we nog een soort van grote lunch gedaan. En dat was wel lekker. Ik zit alleen echt heel vol nog steeds. Ik heb alleen wel zin in een snoepje of zo. Dus ik ga zo denk ik even naar de Albert Heijn met Olivia. Alleen het weer vandaag is echt zo verschrikkelijk. Ik heb nog nooit een verjaardag gehad volgens mij. Misschien dat mijn moeder nu kijkt en mij gaat verbeteren. Maar ik kan me niet herinneren dat ik een verjaardag heb gehad de laatste jaren waarin het weer zo slecht was. Ja, kom, we gaan naar boven. Good morning! Hallo! Het is vandaag zondag en het is moederdag. Ja, en we zijn met z'n tweeën! Wee! En ik moet even de boel opruimen, want Sander komt zo thuis. En er komt vanmiddag wat familie langs, ook nog van mijn verjaardag. Dus dat ga ik even doen. En ik heb dat shirt van Ezel aan. Ik vind hem echt super leuk. Ik laat het linkje hieronder even achter. En deze Gucci riem en een vintage Levi's. En zoals altijd zet ik de linkjes allemaal hieronder. Ja, anywho. Ik ga eventjes opruimen. En dan komt Sander zo. En dan... Oh, mijn pioenen zijn echt mooi uitgekomen. Kijk.
Zo mooi. Ik heb ze gisteren in de vaasjes gezet. Ze zijn echt mooi. Ik heb ze heel kort afgeknipt. Vind ik altijd leuker bij van die vaasjes. Maar goed, zoals jullie zien, it's a mess. Dus ik ga even opruimen. Sander is thuis gekomen en Olivia had op de crash een cadeautje gemaakt voor moederdag. En het is zo lief. Ik heb het uitgepakt. Het zag er ook heel lief uit. Kijk. Een mooie kaarsenhouder. En daar heeft ze haar handje in gedaan, hè? Had je daar je hand in gedaan? Zo mooi vind ik het. Ik vind het echt prachtig. En het is even later. En Sander is thuis. En de familie is allemaal net langs geweest. Sander terug uit Amerika. Hi. Hallo. Was niet heel lang. Nee. 20 uur. 20 uur in Amerika. Ja. En weer terug. Ja. Yay. En nu ga je een maand niet naar Amerika. Maar ja, hier in de buurt. En Sander heeft een heel mooi cadeau gekocht voor mijn verjaardag. En ik heb deze rozen gekregen. Van Sander, die rode. En deze is van Olivia voor moederdag. De roze roos. Ik heb ze even in een hoge vaas gezet. Dus ja. En mijn pioenen staan zo mooi in de bloei. I love it. En die ook. Ze zijn helemaal uitgekomen. En deze is ook heel mooi. Die heb ik van mijn verjaardag gehad ook. Super mooi. Wij liggen lekker in bed. Ja, ik lig er helemaal onder, zie je dat? Ja, ik wil onder de deken. Maar de laptop ligt nog op het bed. Dus ik ga er ook lekker onder. Oh, bed liggen is zo fijn. En we gaan... Modern Family kijken. Modern Family kijken, daar heb ik zo'n zin in. Het is toch echt de allerleukste serie ooit. En ik moet nog mijn cadeaus laten zien die ik van Sander gehad heb. Dat zal ik morgen even doen. Was je blij mee? Zo blij. Wat vond je het mooiste? Maar de rozen vond ik ook echt prachtig. Maar die had ik al wel. Ik had zo gehoopt dat je zou zeggen, oké, het mooiste dat je van mij hebt gegeven is die ene roze roos van Olivia. Olivia. Maar dat was voor moederdag. Ik weet nou niet meer of ik Olivia's cadeau heb laten zien. Want Olivia had ook een heel mooi cadeau voor mij voor moederdag. Sowieso het mooiste. Sowieso het mooiste cadeau. Ik had hem wel mijn Instagram stories laten zien. Daar ben ik soms wat sneller. Dus mochten jullie mij niet volgen. Mijn Instagram is GreenJetLex. Maar ik laat het morgenochtend allemaal nog bij je zien. Heb jij nog wat te vertellen op deze geweldige dag? Ja, we hebben iets te vertellen. Kinderen, jullie moeten niet op en neer vliegen voor één avond naar Amerika. Dat is gewoon... Niet goed voor je. Dat moet je niet doen. Wat en zeker niet in dezelfde week als je in Hongkong en China bent geweest. En in Londen. Wat ik heb te vertellen... Ik heb travel overdose. Is dat... Wat ik wilde vertellen is dat ik dus... Ik ben echt geen One Direction persoon. Niet omdat ik het stom vond, maar gewoon omdat het niet in mijn interessegebied terecht is gekomen. Ik was gewoon te oud. Of ik was gewoon te oud, dat kan natuurlijk ook. I mean, it's just the truth. En, nee, maar ik keek wel X-Factor waar zij aan meededen. Dus ik heb zelfs het begin van hun carrière meegekregen. Maar anyways, ik heb het nooit gevolgd. En Sander had mij gisteren een linkje gestuurd van een nummer van die nieuwe cd van Harry Styles. Het nieuwe album van Harry Styles. En... Dat we hebben het hele album vanavond geluisterd. En we vinden het allebei echt super goed. Echt een aanrader. Ja, maar ik vind dat ene nummer wat ik jou gestuurd wel echt... Dat heet dat nummer 1 Special Creature. Die jij gestuurd... Maar ja, ik was echt wel... Ik had wel echt wel meer nummers wat ik goed vond. Echt een indruk. Ja, dat morgen weer luisteren. Ja. Dus, leuke tip. Wij gaan lekker slapen en zie jullie morgen. Doei! Het lijkt of ik een palmboom op mijn hoofd heb. Zie je dat? Ja, ik zie dat elke avond gehad. Maar ik hou wijzelijk mijn mond. Oké. Okay. Doei. Goedemorgen. Het is vandaag maandagochtend. En het is super lekker weer buiten. En ik ga nu wat foto's maken voor de blog. Oké, ik ben dus weer thuis. En ik wilde nog even laten zien wat ik van Sander had gekregen voor mijn verjaardag. Ik ben er namelijk super blij mee. Het is van Louis Vuitton. Deze toilettas. Ik wilde echt al super lang een toilettas die gewoon de rest van mijn leven mee kon. En ik heb dit even een beetje gedecoreerd, maar ik moet het nog even allemaal mooi neerzetten. En deze, een kleinere voor de make-up. Dus ik denk dat ik deze ga gebruiken voor make-up voor reizen. En dan deze voor shampoos, droog shampoo en dat soort dingetjes. Dus ja, ik ben er echt super super blij mee. Het is ook zo mooi. En je kan het ook zo handig gewoon zo meenemen. I love it. En dit is wat ik aan heb vandaag. Deze jurk is van Designers Remix.
Ja, heel leuk. En ik heb mijn Balenciaga laars weer een keer aan. Die heb ik een tijdje niet aangehad. Maar dit zijn echt van die schoenen die gewoon voor altijd leuk zijn, denk ik. En ja, that's it. Er is net een pakket binnengekomen van Zalando. Dus die ga ik even laten zien. Oké, ik ga het hier even laten zien. En dan zal ik zo nog even wat items aantrekken. Het is van, ik heb ook een aantal dingen van Maasje gehad. Ik heb het zelf uitgekozen. Ik heb deze. Super, super, super mooie suède sandalen om te knopen van Maasje gehad. En die andere zit nog in het plastic. En super leuk. Met mijn vintage Levi dacht ik, is het echt super leuk voor de zomer. En gewoon een basic top. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook wel heel blij mee. Moet ik er even bij zeggen. En even kijken wat zal ik laten zien. Oh ja, eerst mijn andere paar schoenen. Andere paar schoenen is van Sandro. Ook die, ja, ik vind alles leuk staan met de vintage Levi broek. Die zijn echt zo vet. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat even een comment achter wat jullie ervan vinden. Dat zijn deze. Rode schoenen ook suede. En de hak is dit. Echt zo cool. Dus ik kan ook niet wachten om die aan te doen. Het is vandaag dus wel wat lekkerder weer. En ik hoop echt zo erg dat het zo blijft. Want ik kom vandaag zo. Ik ben net heel de tijd buiten gaan shooten met een jurkje aan. En ik was met de fiets in de stad. En het was echt lekker weer. Maar het is nog steeds heel vroeg. Dus ja. Oh ja, en ik zal alle linkjes naar de items natuurlijk hieronder posten. Dit rokje heb ik gehad. Ik denk dat dit mijn lievelingsitem is. Die is van een beetje kantachtig. En die is van Sandro. Ik zal hem zo. Ja, ik trek het zo wel even aan wat dingen. Dan kunnen jullie het wat beter zien. En deze is ook zo mooi. Die is ook van Sandro, is deze denk ik. Ja, ook van Sandro. Dit jurkje. Echt zo mooi. En het is ook wel een beetje een soort van bridesmaid jurk. En de achterkant is, kan je knopen met strikken. Dus die ziet er zo uit. Volgende item kennen jullie misschien al wel, want ik heb deze al best wel vaak gezien op Instagram. En dat is deze broek. Ik vind de kleur denim heel mooi. Deze heb ik eigenlijk ook wel aan vandaag. Ja, dit is dus de zijkant. Met die vlammen. En that's it. En het laatste item is echt zo mooi. Ik wil sowieso steeds meer items hebben waar ik de rest van mijn leven mee kan doen. En ik heb dus niet een mooi zwart leren jasje. Maar die heb ik dus besteld van Sandro. Deze zwarte. Ik zal hem even aandoen. Hij is wel redelijk kort. Oh ja, wat wel goed is om te weten. Want ik krijg altijd super veel vragen over mensen, van mensen wat voor maten ze moeten bestellen. En Sandro bestel ik altijd de maat groter. De jasje is bijvoorbeeld een 38 of een 40. Maar ik denk een 40. Ik bestel echt dat altijd in helemaal die leren jasjes. Bestel ik echt in een 40, 42 altijd. En deze is wel redelijk zeg maar op de maat. Kijk zo. Maar dat hij nog wel gewoon dicht kan. En die broek heb ik in een 36 besteld. Die denim die heb ik al wel gepast. Die is heel strak. Terwijl ik normaal meer 34 heb eigenlijk. En het rokje zit goed. Dat is een 36. En de schoenen zijn 39. Maar had ik. En ik heb 38,5 eigenlijk. Dus valt ook aan de kleine kant. Want ze zit wel strak. Dus dan weten jullie dat. Ik zal even wat dingetjes aantekenen. Dan kunnen jullie dat zien. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Laat even een comment achter of jullie iets fijn vinden als ik voortaan dingen unbox. Dat ik ze dan even aantrek zodat ik dat laat zien. Doe een duimpje omhoog als je dat vindt. Oké, dit is het eerste item. En dat is het jurkje. Van Sandro. Echt super mooi. Ik vind het kraagje ook heel erg mooi. Echt heel cute. Dit is het rokje. Echt super leuk. Ik denk dat ik dit het leukste item vind. Ik heb alleen even mijn t-shirt erin gepropt. Zo. Dus dat. En dit is de broek. Ik vind deze broek ook echt zo awesome. Dit is dus een 36 en ik heb normaal echt 34. Hij zit echt strak. Maar wel oké. Ik denk dat hij ook echt strak bedoeld is. Dus dit. Super cute. Love it. En bij deze ga ik ook de vlog afsluiten voor deze week. Tenminste deze halve week. En een nieuwe beginnen. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te subscriben hieronder. En ik zie jullie zondag gezellig weer. Doei.